Beste kwartierders, op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen daarna. Met het verdwijnen van de laatste generatie die de Tweede Wereldoorlog bewust heeft meegemaakt, is de urgentie om hun kennis en hun verhalen over te dragen aan de volgende generaties groter dan ooit. Over wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Westenkwartier is gebeurd, zijn vele verhalen te vertellen, die we niet mogen vergeten. Verhalen over mensen zoals u en ik, die in het geweld van de oorlog groot onrecht is aangedaan, of zelfs hun leven hebben moeten geven. Ik wil graag 3 van die verhalen met u delen. Het eerste verhaal begint op dinsdag 9 maart 1943. Dirk Boonstra is een 43-jarige politieagent in Grootgast. Hij woont in Grijpskerk op de bovenverdieping van het gemeentehuis. En Dirk krijgt van de bezetter het bevel om 7 Joodse medeburgers op te pakken. Hij weigert, resoluut, in de wetenschap dat dit ook iets kan betekenen niet alleen voor hemzelf, maar voor zijn vrouw en 5 kinderen. De bezetter aarzelt niet. Dirk Boonstra wordt samen met zijn collega's van de marechaussee in Grootgast opgepakt en overgebracht naar kamp Vught. Bij wonder overleven alle mannen. Alle mannen behalve Dirk Boonstra. In 1988 heeft de staat Israël hem de Yad Vashem onderscheiding postuum toegekend. En hij wordt daarmee onderscheiden als de rechtvaardige onder de volkeren. In het voormalig gemeentehuis van Grijpskerk hangt nog steeds een portret van Dirk Boonstra, omdat we hem en zijn moed blijven herinneren. Het tweede verhaal dat ik met u wil delen is dat van Hendrik Top. In 1944 is hij 56 jaar en woont aan de Hoofdstraat in Grootegast. Op 13 juli van dat jaar komt de Sicherheitsdienstcommando langs om zijn zoon Piet te arresteren. Hendrik weigert te zeggen waar Piet is en wordt ter plekke doodgeschoten. Piet weet uiteindelijk via de zolder te ontkomen aan de SD. Hoe gruwelijk en onrechtvaardig is de oorlog waarin een vader wordt gedood als hij zijn zoon beschermt. Laten we Hendrik Top, zijn vaderliefde en moed, niet vergeten. Voor Hendrik en Dirk en de andere mensen die tijdens de oorlog omkwamen, zijn in het Westenkwartier monumenten opgericht. Ik sta hier voor het monument in Trimunt. Hier heeft het derde verhaal plaatsgevonden. Op 3 mei 1943 zijn 16 onschuldige inwoners van De Haar hier gefusilleerd door de bezetter. En waarom? Omdat de bezetter wat boomstammetjes die op de weg waren gelegd opvatte als een sabotageactie van de Duitse radarpost al hier. Hoe gruwelijk en onrechtvaardig is de oorlog. Dit monument in Trimunt en alle andere monumenten helpen ons de verhalen te blijven herinneren en de getroffenen te herdenken. Uit respect en eerbied naar hen en als waarschuwing naar de toekomst. Dit nooit meer. We hadden op 4 mei, 8 uur, hier en op alle andere herdenkingsplekken in onze gemeente het liefst samen gestaan. We hebben echter nog steeds te maken met de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. En dat is de reden dat we ook dit jaar niet samen bij een monument kunnen gedenken en herdenken. Samen, in verbondenheid en in dankbaarheid en respect naar zij die hun leven gaven. Maar herdenken kan altijd, in je eigen tijd en op je eigen gelegenheid. En om die reden hebben de gezamenlijke 4 mei-comité's in het Westenkwartier dit jaar een boekje uitgebracht waarin fietsroutes langs de verschillende monumenten in onze gemeente zijn opgenomen. 6 routes met daarbij de verhalen. De verhalen van Joodse medeburgers, verzetstrijders, militairen en onschuldige burgers die het slachtoffer zijn geworden van de oorlog. Zodat u kunt herdenken op uw eigen wijze en dat zo de verhalen
gehoord en verteld blijven worden, opdat we nooit vergeten.